Reactie-energie. Bij elke scheikundige reactie wordt energie uitgewisseld. Het verloop van de reactie en de uitwisseling van energie kan je weergeven in een energiediagram. Hier wordt de energie van de beginstoffen en reactieproducten weergegeven. Het verschil hiertussen noem je het energie-effect. Als de beginstoffen meer energie hebben dan de eindstoffen, spreek je van een exotherme reactie. Als de beginstoffen minder energie hebben dan de eindstoffen, heb je een endotherme reactie. Naast de energie van de beginstoffen en reactieproducten is ook de activeringsenergie terug te vinden in de diagram. Dit is de energie die nodig is om een reactie te laten verlopen. De energie van een bepaalde stof is te vinden in Binas tabel 75a en b. Deze kun je invullen als energie van de beginstof of reactieproduct. Bij een niet ontleedbare stof, zoals O2 of F2, is dit 0. Als je de reactiewarmte van een reactie moet berekenen, ga je als volgt te werk. Je zoekt de vormingswarmte van alle stoffen in de reactie op. Houd rekening met of er een plus of min staat. Je berekent de vormingswarmte voor en na de pijl. Als er in de reactie bijvoorbeeld een 2, een 3, een 4, etc. voor een stof staat, moet je de vormingswarmte van deze stof ook keer dit getal doen. Je gebruikt reactiewarmte is vormingswarmte na pijl min vormingswarmte voor pijl om de reactiewarmte te berekenen. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.